enorm verzoek vanuit de organisatie. Sommige mensen vinden het leuk om mee te fietsen met de lopers. Dat moet kunnen, maar hou wel rekening uit met de veiligheid van alle lopers. Rij ze niet voor de voeten, geef ze de ruimte als je mee fietst. Hou altijd de veiligheid goed in het oog. Nog dik 2 minuten dus. De eerste startgroep met volwassenen. En ook die startgroep start na woordje van wethouder Alwin Lussen. Ja, wat een fantastische dag hebben we vandaag. Prem het enorm met het weer. En als we hier zo zien hoeveel mensen er zijn en genieten van wat er allemaal gebeurt, geweldig. 1400 mensen die deelnemen aan de obstakelrun. Heel wat. Hartstikke mooi. De 5e editie en de eerste begon met 400 mensen. En nu 1400. We doen elk jaar groter en meer volgens mij. Hartstikke mooi. Ook mooi om te zien hoeveel vrijwilligers actief zijn. Ik heb begrepen dat er 130 vrijwilligers vandaag actief zijn. Maar dat er natuurlijk ook heel veel vrijwilligers in de afgelopen tijd al opstaan hebben opgebouwd. Het zijn ze al weken mee bezig. Ook veel bedrijven werken mee. Hartstikke mooi. Ik heb net een rondje gefietst. En het is gewoon mooi om te zien hoe iedereen geniet. Degene die meedoen, maar ook zeker degene die aan de kant staan en meekijken. We gaan straks over een minuut. De eerste groep en de slag van de trekken. Dan gaan we even met elkaar aftellen. En het einde is vandaag nog niet, want vandaag begint het eigenlijk met de Stadsweek. Morgen wordt er nog een barbecue. Het dorp is georganiseerd. Vrijdag een beachvolleybal toernooi wat heel veel mensen aanwezig. Dus hiermee was de gemeente Stadsweek ook weer een mooie op de kaart gezet. Niet doen als ik 3-2-1 heb, dan moet je stekken. 3-2-1! Alle deelnemers heel veel succes wensen. Met de toeschouwers veel plezier.
10 seconden. Daar gaat op groep 2. Het is niet druk bij de inschrijftafels, dus ben je al aanwezig, dan moet je nog inschrijven. Meld je daar, en is even het formulier om te tekenen, en dan inschrijven. Uiterlijk 3 kwartier voordat je moet stappen, moet je inschrijven. Intussen hebben we nog iemand die zijn moeder kwijt is, hierboven, naast mij, op de omroepplek. Zijn naam Boer, en kijk eens, daar meldt zich al iemand. Heel opluchting. Dus er zijn al heel veel kinderen naar beneden gekomen. Renato is nog bezig met de laatste beklimming. Timo, Vince, Sophie, Juliette, Hedwig, Chalene, Jaylin, Michiel, Benjamin. Allemaal zijn ze er bijna. Daar komt ze zo! Daar, daar!
Thank you.
nodige mensen bezig met de formulieren. Die formulieren zijn van belang. Die moet je ondertekenen voordat je je meldt bij de inschrijftafel. Als je hier aanwezig bent en je doet vandaag mee, schrijf je dan in. Doe dat uiterlijk 3 kwartier voor het begin van jouw startgroep. Veel kinderen nu op de laatste meters. Renske, Anna, Milan, Lucas. Bijna bij de glijbaan. Pim komt eraan. Bram, Leonie, Jolijn en Marleen. Op het laatste obstakel. En als je dan binnen bent, dan kun je je bijvoorbeeld even opwarmen in de jacuzzi. Hier vlak voor het gemeentehuis. Of je gaat lekker douchen in de gymzaal aan de Van der Laanstraat. Dat kan ze mogelijk. En het beste idee is misschien wel om dit moment ook vast te leggen met een mooie finishfoto. Die kun je maken onder een obstakel. Het hulp niet op, een mooie plaat daar. Pak een stro, nog meer attributen. En dat is een hele mooie plek om dit ook op beeld vast te leggen. Het is 4:30, startgroep 6 is onderweg. Op dit moment zit er iets meer tijd tussen de startgroepen, namelijk 5 minuten. Startgroep 7 begint om 4:55. Over 3 minuten dus. Thank you.
Fayen en Lisanne hebben de bel laten luiden. Alice is binnen. En ook Tim, Rune en Lien komen eraan. Het volgende bezoek is voor Harold Huls. Kom even recht in die moeder. Die staat hier bij de omroepplek. Harold Huls, even deze kant op. Twintig seconden voor de startgroep 7. Iets minder zelfs. De haas al. Nu dus 5 minuten tussen startgroepen. Met als laatste startgroep 33 om 7:15. 7 groepen nu onderweg. En als je als deelnemer aanwezig bent, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in. Eerst even het formulier ondertekenen en dan naar de inschrijftafel. Inmiddels heeft zich iemand gemeld die de fietssleutel is verloren. Als je iets vindt, breng het dan even naar de omroeper. Dan zorgen wij ervoor dat alle spullen weer op hun plek komen. Dus er is al iemand haar fietssleutel kwijt. Vind je iets, breng het dan even hierboven. Thank you.
laatst gewoon met mijn kinderen meestal. Ik had toen nog steeds weer iets van Simon opgeroepen en die zei ook met mijn kind mee met wat te lekker te zijn. Oh, wat leuk. Dan zetten wij ook gewoon, misschien kunnen we volgens hem af, maar niet meer eens. Dan lekker door mijn inschrijftafels. Eenmaal hier aanwezig op de markt, het verzoek om je daar zo snel mogelijk te melden. Dan zorgen we voor een goede doorstroom. Wel eerst even het formulier ondertekenen. Het formulier dat op de staattafels ligt. En dan naar de inschrijftafel. Uiterlijk 3 kwartier voordat je moet starten, moet je zijn ingeschreven.